Welkom bij een nieuwe weekvlog. Deze week verliep anders dan gepland, vandaar dat ik ook niet heel consistent moment heb vastgelegd. Maar toch heb ik een recap van een aantal hoogtepunten van mijn week. We beginnen bij de dinsdag. Ik had op deze dag geen werk, want ik had namelijk iets leuks op de planning staan. In de ochtend had ik uitgebreide tijd genomen om me klaar te maken voor de dag. Natuurlijk ging ik ook eventjes naar buiten om een wandeling te maken met Milo. En ging ik ook de weekvlog van afgelopen week bewerken. En er kwam ook nog een pakketje binnen van iets wat al heel lang op mijn wishlist stond, namelijk deze waterfles. Dus ik had er eentje voor mij en mijn vriend besteld. Later op de ochtend bracht Rits mij met de auto naar een locatie, want ik had namelijk een event van Essence en Catrice. De locatie was echt prachtig, alleen wel moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer, vandaar dat ik werd gebracht. We kregen een presentatie over de twee merken en daarna werd het tijd om creatief aan de slag te gaan. We gingen namelijk een hanger maken voor aan onze telefoon en ik was helemaal in mijn element en eigenlijk ben ik best wel tevreden met het resultaat. De hanger is nog best wel cute geworden. Vervolgens werd het tijd om te lunchen. Er stond een heel buffet klaar met verschillende broodjes. En daarna hadden we een soundbed, een soort van meditatie. En de middag sloten we af met een kleine make-up demonstratie waar ik ook eventjes als model zat en nieuwe dingen had geleerd over de verschillende make-up technieken en producten. Eenmaal thuis pakte ik de goodiebag uit en ging ik een docu van Justin Bieber kijken. En voor avondeten hadden we een AVG'tje, wat ik overigens al heel lang niet meer heb gehad. En dat was alweer de dinsdag. Op woensdag begon ik de ochtend met een gymsessie. Vervolgens maakte ik me klaar voor de dag en nam ik natuurlijk ook even de tijd om te ontbijten. En de laatste tijd ga ik ook echt goed op een broodje met eiersalade. Even met Milo gewandeld en toen ging ik nog een paar dingetjes voor werk doen. Eigenlijk zou ik pas later op de dag een halve werkdag op locatie werken. Maar ik wilde toch al een aantal dingetjes gedaan hebben. Dus vandaar dat ik mijn laptop erbij had gepakt. Later op de ochtend ging ik ook nog even ons bestekladen schoonmaken en opnieuw indelen. Want ik had daar eventjes zin in. Opruimen is ook echt een zen momentje voor mij. Dus ik vind het ook fijn om dit af en toe tussendoor te doen. En er kwam ook nog een pakketje binnen. Ik had namelijk een lamp besteld. Het idee ervan vind ik heel erg leuk. Alleen ik weet nog niet precies waar ik hem ga plaatsen. Misschien in deze hoek en misschien ook wel ergens anders. Maar ik vind hem wel goed en sfeervol licht geven. En toen werd het alweer tijd om de deur uit te gaan en naar werk te gaan. Het is een kleine wandeling van ongeveer 20 minuten. En op werk heb ik een aantal taken uitgevoerd. En woonde ik een koffieworkshop bij, wat enorm leerzaam was. Rond een uur of vijf ging ik naar huis en eenmaal thuis kleedde ik mij om naar iets comfortabels. En toen werd het tijd om avondeten te maken. We aten zalm met noedels en wokgroenten. En dat was alweer dan de woensdag. Donderdag had ik niet zo mijn dag en werkte ik vanuit huis. Dus we gaan door naar de vrijdag. In de ochtend ging ik even op pad met Milo. En eenmaal thuis had ik lunch voor mezelf klaargemaakt. Ik maakte een pasta tonijnsalade. En na de lunch ging ik naar werk. Normaal gesproken werk ik op de vrijdag thuis, maar we hadden iets speciaals. Want we gingen namelijk met het managementteam een tasting doen voor het nieuwe menu dat eraan zit te komen. En dit was heel erg interessant en ook heel erg lekker. En het is ook wel eens leuk om heel kritisch naar gerechten te kijken. Maar het was zeker een succes. En in de avond had ik nog met een paar oude schoolgenoten afgesproken bij een poolbar. En ik sloot de avond af met een pizza slice.
Op zaterdag had ik ook niet helemaal mijn dag. Het was even niet mijn week en dat is helemaal oké. 'S Ochtends heb ik niet echt wat gedaan, maar in de loop van de dag ging ik het huis opruimen en een beetje schoonmaken. Dit is ook echt mijn favoriete activiteit als ik nergens anders zin in heb. Gewoon een beetje opruimen, dingetjes weggooien indien nodig en alles wel weer fris en fruitig maken. En ondertussen maak ik mijn hoofd ook een beetje leeg. Dus ik zie het echt als een win-win situatie voor mezelf. En in de avond had ik echt behoefte aan comfortfood, dus we hadden sushi besteld. Zondag was gelukkig een betere dag voor mij. Ik maakte me klaar voor de dag, deed nog even de was. En daarna ging ik naar de salon, want ik had namelijk een afspraak staan om mijn nagels te laten doen. Het was echt een self-care dag die voor mijn gevoel wel even nodig was. Ik had mezelf even in de watten laten leggen, want ik had een manicure en pedicure. En op mijn nagels had ik Biab met een kleine nail art. En dit waren dan een aantal momenten van afgelopen week. Op naar een nieuwe week en hopelijk wordt die week iets beter dan deze.